Deze promovie wordt u aangeboden door Autobedrijf De Assel, al meer dan 16 jaar gevestigd aan de Asselse straat in Apeldoorn. Autobedrijf De Assel is een APK-station en specialist in auto's tot 5000 euro. Eventueel tegen een gunstige financiering. Kijk ook op www.autobedrijfdeassel.nl en selecteer gemakkelijk uw nieuwe occasion. Conditie, dat moet sowieso goed zijn. Nou, je houding, gewoon alles. Wat kleine dingetjes, die helpen gewoon heel erg om goed te crossen. De conditie, hoe hou je die op peil? Wat doe je daarvoor? In de winter train ik bij Vital in Vassenveld. Ga ik twee maanden ongeveer heen. En dan alleen maar trainen. En dan thuis dan soms nog eens hardlopen. En veel push-ups en zo. En die push-ups is voor de kracht in je armen? Ja. Jouw moeder die is er inmiddels mee groot geworden, denk ik. Maar die zal niet altijd hebben staan juichen dat jij deze sport gekozen hebt. Nee, die vindt het helemaal niet leuk. Nog steeds niet? Nee. Die vindt het een beetje eng. Ben jij een brokkenpiloot of heb je nog nooit wat gehad? Nee, ik heb wel eens wat gehad. Maar ik vind het zelf nog wel meevallen als ik kijk naar anderen. Maar dan moet ik wel afkloppen. Want ik wil eigenlijk gewoon blessurevrij rijden. En houdt dat in dat jij een voorzichtig crosser bent? Ze zeggen er wel dat ik gewoon verstandig rij en niet wild. Je moet ook risico's nemen van tijd tot tijd? Ja, die moet je ook hebben. Maar ja, je moet... Wel je kop erbij houden. Je moet niet zomaar wat doen. En ik denk heel erg bijna voordat ik iets doe. Wie is de Nederlands kampioen? John Kuppen. En hoe ver ligt hij al voor? 200 punten. Meer dan 200 punten. Is dat echt zo'n kanjer? In welke leeftijdsklasse praten we dan over? Leeftijd tot en met 18 jaar. En ja, ik vind dat hij het gewoon heeft verdiend. Want hij heeft gewoon de constant gereden. En ja, nooit uitgevallen. Altijd uitgereden. Hij heeft dus ook de nodige dosis geluk gehad, want je hebt ook geluk nodig. Ja, geluk zit er natuurlijk ook bij. Niet alleen qua rijden, maar ook qua materiaal. Ja, je moet ook goed materiaal hebben. En hij rijdt ook op een Yamaha, ik ook. Dus nou, daar kan het niet aan liggen. Goed, de Yamaha. Omschrijf jouw motorfiets eens, want dat moet jij blindelings kunnen. Ja, het is een 2,5 viertak. En uit 2009. Nou, Acra Profiets uitlaat erop. Van daktekkers.nl heb ik hem gesponsord gekregen. En dan hebben we samen, en daar van vorig jaar hebben we ook nog een motor. Dat is mijn trainingsmotor. Dus je hebt een wedstrijd en een trainingsmotor. Ja. Is dat handig? Waarom? En waarom is dat handig? Nou, je moet je gewone motor, je wedstrijdmotor, die moet je besparen voor de wedstrijd. Je moet hem niet aftrappen met trainen of zo. Je moet hem gewoon zo goed mogelijk in staat houden voor de wedstrijd. Maar moet je niet één zijn met je machine als je dus die baan op gaat? Dan zul je toch ook de nodige trainingsarbeid met jouw nieuwe motor moeten verrichten, als ik het zo mag zeggen? Ja, dat doen we ook. We hebben alle twee de motors die we proberen zo gelijk mogelijk te maken. Gewoon alle hendels hetzelfde, gas, handvaten. En voor een dag voor de wedstrijd probeer ik meestal nog een keer te rijden op de wedstrijdmotor. Thank you.
Jimmy Dalhuizen, wat is jouw hobby hier? Ja, ook motocross. Ik doe het al 7 jaar. En ik vind het nog steeds super gaaf om te doen. Hoe ben je ooit tot de motocross gekomen? Ja, mijn vader die kwam een keer met een kwartje. En dat vind ik wel zo'n vierwieler. En dat vond ik hartstikke gaaf. Ging ik in het weiland rondjes rijden. En ze is steeds verder gegaan. Dan wedstrijden met een kwart en dan weer op een crossmotor. En al die tijd nog op een crossmotor gebleven. Je hebt dan een kwart, zeg je, daar ben je mee begonnen ooit. Ja. Heb je daar nog helemaal afstand van gedaan? Ja, ik vind het nog wel af en toe leuk om te doen, maar... Dus ik doe nou gewoon met een motor. Je vriend, mag ik wel zeggen, die heb ik net gehoord, die doet nogal vrij veel aan training. Hoe is dat met jou? Ja, ik doe ook wel training. Ik zit bij sportschool De Pelikaan. En daar train ik gewoon en dan doe ik ook nog mountainbiken erbij en af en toe hardlopen of... is wel belangrijk, heel belangrijk. Nu een hele rare vraag, hoe goed ben je? Nou, redelijk goed. En ik rijd nu bij de Bonenberg Cup in. Dat is, maar daar heb ik nu 7 of 8 manches niet mee gereden. Ik sta nu een beetje slecht voor, maar de laatste wedstrijd werd ik 4e. Dat is wel best wel goed. En had ik dus ook een mooie beker mee. En je bent natuurlijk een jongen die er helemaal bezeten van is. Is je vader zo ongelooflijk rijk dat hij het allemaal kan betalen? Ja, en we hebben natuurlijk iets... het is wel een hele dure sport, maar we moeten dus ook sponsors zoeken. Het is wel, maar gelukkig dat we het nog kunnen doen. Ja, hoe oud ben je eigenlijk? Ik ben 14 jaar, nog eigenlijk best wel jong. Ik mocht eigenlijk nog helemaal niet meerijden op een 125. En, maar het gaat wel nou goed. Vandaag heb je hier een hele mooie middag, zeg maar, een sponsormiddag. Ik neem aan dat de sponsors voor jou ook uitgenodigd zijn. Wat ga je ze vandaag laten zien? Ja, een beetje crossen. Dat is natuurlijk wel mooi. En het is hier gewoon gezellig en allemaal met kwarts rijden en iedereen die mag wat doen. Waar studeer je voor? Wat wil je graag worden? Ja, iets met techniek. Ik ben er best wel goed in de techniek en ik maak allerlei dingetjes en zo. En met school ga ik ook de techniekkant op. Ik weet nog niet echt wat. Je hebt nog geen idee wat je verder wil worden. Wat wil je bereiken in je sport? Ja, gewoon bij de top. Maar het is echt heel zwaar. Wat houdt dat dan precies in? Wat moet je er dan allemaal wel niet voor laten? Ja, heel veel. En heel veel trainen. Keihard trainen. Maar daar hebben we ook niet de tijd voor. Gewoon op elke week te trainen en zo. Dat lukt nog niet helemaal. Is nog niet in te vullen, want het kost ook heel veel geld, hè? Ja, benzine en de motoronderhoud en van alles. Maar ik heb al begrepen, het onderhoud kun je zelf, want je was heel technisch. Ja, ik doe nog wel wat, maar nog niet echt aan de motor sleutelen of wat leuk. Laat ik aan de monteur over. En wie doet dat? Ja, heel veel mijn vader.